Commander, approaching target. Begin jamming signals. Yes, sir. Star Wars Republic Commando is één van de laatste vette Star Wars games van LucasArts. En dat heeft met een heleboel dingen te maken. Het is alweer 15 jaar geleden. Maar dit was echt een periode waarin LucasArts echt grote veranderingen onderging. En helaas is het niet meer hetzelfde als wat het ooit was. En Republic Commando is één van die games die daardoor toch ook wel een beetje ondergesneeuwd is. Wat is Republic Commando nu? Laat ik beginnen met het feit door gewoon toch wel iets te stellen waar heel veel mensen het niet mee eens zijn. Maar ik heb nog geen enkel argument gehoord waarom ik ernaast zit. Maar de Clone Troopers zijn verreweg, verreweg, not even close, toffer dan Stormtroopers. Waarom? Kijk elke Star Wars film, serie, animatie, comic book. Eigenlijk zijn de Stormtroopers daar alleen maar om neergemaaid te worden, om neergehakt te worden. Het is gewoon cannon fodder. Kijken we naar de Clone Troopers. 1. Het zijn letterlijk clones van Jango Fett. Een van de meest badass figuren uit het Star Wars universum. En ze hebben echt heel veel toffe battles meegemaakt. En er is zo verschrikkelijk veel gebeurd dat, en nu zeg ik misschien weer iets ja, bijzonder tegenstrijdig van wat de meeste mensen vinden. Maar het heeft misschien nog wel mijn favoriete tijdperk van het Star Wars universum veranderd. Van Galactic Empire naar toch wel de prequels. Want eigenlijk de hele Clone Wars era en alles wat daaruit is voortgevloeid wat betreft content. Check even de Clone Wars serie. De Bad Batch wat er natuurlijk ook aan zit te komen. Maar als je ziet wat daar allemaal is gebeurd met die clones, met de battles die ze gevochten hebben. Denk ook alleen maar even aan de battles die je al hebt gezien in de bioscoop. De raid on Geonosis, de capture van General Grievous. Het is allemaal zo verschrikkelijk tof gedaan. En vandaar dat de clones mijn favoriete stormtroopers zijn bij deze. Ik zeg het je alvast. Een Republic Commando draait dan echt om een elite eenheid binnen die Clone Troopers. Ja, het zijn allemaal clones van Jango Fett, maar ze zijn niet allemaal hetzelfde opgeleid. Nee, je hebt hier ook nog de elite, de commando's, de Republic Commando's. En daar gaat deze film over, deze game over moet ik zeggen. Het volgt de missies van Delta Squad ten tijde van Attack of the Clones. Letterlijk net daarna. Je zult het zo zien in de openingsmissie. Er zijn geruchten dat er een reboot, remake of een sequel aankomt. Waar heeft het nou mee te maken? De composer van dat hele vette achtergrondmuziekje wat je nu net al de hele tijd hebt gehoord. Het doet een beetje denken aan een soort van Halo meets Mando. Maar die composer, die is weer bezig geweest met het Star Wars project de afgelopen zomer. Wat dat nu precies is? Geen idee. Ik durf het niet te zeggen. Misschien is het gebruikt in The Mandalorian. I don't know. Maar er zijn steeds meer en meer geruchten dat EA de Republic Commando franchise wil oppakken. Er was al een sequel in de maak. Althans, dat is echt al een hele vroege dood gestorven. Maar die zou namelijk gaan om Order 66 en hoe deze werd uitgevoerd terwijl jij onderdeel bent van Delta Squad. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb over deze game. Laten we er gewoon in gaan duiken en dan spelen we de openingsmissie waarbij we de Raid op Geonosis naspelen net nadat de Jedi daar zijn geland in Attack of the Clones. Oké, we zijn hier in het hoofdmenu dus van Star Wars Republic Commando. En we gaan gewoon een nieuwe game opstarten. Dat doen we hier. En dan gaan we gewoon het verhaal vanaf het begin volgen. En de eerste missie spelen op Geonosis. Welcome, little one. This is your first day. Your designation will be RP-01/138. We expect great things from you. You have been born into dangerous times. A sharp mind can be the key to survival. Sowieso is deze soundtrack echt amazing. Not. It will be your inherent physical traits that win the day. And in this regard, you will be superior to your more common brethren.
We zijn uiteraard op Kamino, de cloning station. For you are a commando, an elite unit, something truly special. Your weapons. Ooh, the textures sound rough. And most importantly, your brothers. The Eifer of our world hunt in pods to bring down much larger prey. So too shall you join with three brothers and become fierce hunters for the Republic. Now, join your pod and embrace your destiny as their leader. Join Delta Squad. Delta Squad. Delta Foro, your foundation. A pure and uncomplicated soldier. 6-2, the heart and soul of your team. And 07, the fiercest hunter of all your brothers. You are each a piece of a whole person. And is dat nou bloed wat hij op zijn armor heeft? Call you to defend and give your lives if need be. Dit zag er zo amazing uit in die tijd, man. Dit was echt belachelijk mooi. En sowieso vind ik deze clone gunships vind ik echt gruwelijk. Ook het geluid wat ze maken. We splitsen dus op. Delta Squad splitst op. En dan zien we elkaar op Geonosis. Sir, we're gonna split up for the drop, but we'll meet you at the RV on Geonosis. See you planet side, sir. War has come to the galaxy. The Republic's secret weapon, the clone army, is deployed for the first time against the Separatist droid forces. Far above the carnage, the elite commandos of Delta Squad prepare for the first mission. Sowieso de vibe en het steltje, het ligt me echt enorm, man. Zero Hour, Clone Wars Geonosis. Dit kennen we dus van de Clone Wars, de film. Welcome to Geonosis, 3-8. It's nice to see they've finally unhooked you from the simulators. I've been assigned as your advisor, and will be your eye in the sky until further notice. Or we all get killed. Sowieso, je ziet misschien zelf al, het ziet er echt veel scherper uit dan je misschien in gedachten nog weet te herinneren. En dat heeft er simpelweg mee te maken dat deze game optimized is voor de Xbox. En de game is dus in een stuk hogere resolutie, maar zoals je net al zag, de textures die zijn nog steeds behoorlijk pittig. Ik vond dit zo vet, man. Tactical information will be displayed on your heads-up display as holographic projections. Text communications will be displayed in this area. Here are your orders. Your primary target is the Geonosian leader, Sunfac. Sunfac. It is absolutely vital that Sunfac not escape. Delta lead, are you alright? You just took an anti-infantry round. Your vitals don't look very good. Heal yourself with Vector before you go any further. Overal staan deze healing pots gedropt. En daar kan je dus gebruik van maken. Maar je kan dus ook je teamgenoten er naartoe sturen om ervoor te zorgen dat zij er gebruik van maken. You are ready to proceed. En het is dus een squad-based shooter. En eentje een beetje in de stijl van Brothers in Arms en Rainbow Six destijds. Waren hele populaire franchises. En deze droeg daar een steentje aan bij. En deze game is eigenlijk nog vlak voordat hij is uitgekomen. Compleet op de schop gegooid. Omdat George Lucas vond deze game eigenlijk te serieus. Dus hij was eigenlijk nog te hardcore. En ze hebben daar last minute hebben ze daar nog echt een boel veranderingen aan in aangebracht. Waaronder de
de personages van de Republic Commander zelf. Die moesten veel meer attitude hebben. Veel meer persoonlijkheid. En in plaats van dat ze allemaal ook hetzelfde stemmetje hebben, hebben ze nu ook echt hele verschillende stemmen, zodat je ook echt kan onderscheiden wie wat zegt. Het enige jammerlijke van deze game is, het was echt een goede game. Hij werd kritisch ook echt ontzettend goed ontvangen. Maar helaas verkocht de game niet naar wat men ervan verwacht en gehoopt had. Erg jammer. En de gun die je hier hebt, dat is zeg maar de standaard gun van de Republic Commandos. Maar het ding daarmee is, er kunnen echt allerlei verschillende attachments op. Waardoor je de gun echt op allerlei verschillende manieren kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een sniper rifle of een grenade launcher. Natuurlijk, het zijn gameplay mechanics die we al kennen van eerdere games. Maar het werkt gewoon erg goed. En we zijn hier, zoals je kan zien, in de arena. De Geonosian... oh my god, ik gooi er gewoon mis. De Geonosian arena. Waar onlangs ook de Jedi hebben gevochten dus. Met Count Dooku. En ook de plek waar Jango Fett is in het hoofd. Hier zijn onze troepen. Oh, batterij is bijna leeg. Even kijken. Ah. Zo kruipen dus. Door de linkerstick in te drukken. Ja, hier is hij. Kijk, daar is hij. En we weten dus natuurlijk dat sinds de overname van Disney bijna alle Star Wars Expanded Universe dingen, waaronder dingen zoals dit, niet meer canon bleken te zijn, maar legends waren verklaard. Echter is Delta Squad zelf nog wel steeds canon, want ze zitten bijvoorbeeld onder andere ook in The Clone Wars, de animatieserie, die wel canon is. En ik denk ook dat de populariteit van Delta Squad zeker nog wel wat zal groeien. We zien natuurlijk dingen zoals de Bad Batch die eraan komen. Iets wat toch wel wat gelijkenissen heeft met Republic Commando. Eén ding is wel echt een ding. Bijna alle enemies voelen echt als bulletsprontjes aan. Je moet ze echt lang raken. En ik gaf hem dus net de opdracht om hier explosief te plaatsen. En ik kan hem dan zelf detoneren. Is de kans dat hij niet mee wordt gepakt door de explosie, maar het is wat het is. Orbital support. Ik hoor, ja, die gunships zijn zo vet, man. Die gunships zijn zo gruwelijk. Oké, we gaan hier spieren. Je ziet ook meteen als je een beetje kijkt naar de stijl. Het doet natuurlijk een beetje denken aan Halo. Als je de crosshair bekijkt. En ook natuurlijk de heads-up display. Ook een beetje Metro Prime. Het zijn allemaal games die rond de tijd zijn uitgekomen. Kijk, en nu lijken deze commando's enorm basic. Althans de commands die je ze kan geven. Maar destijds was het echt een hele toffe gameplay feature. Oké, let's go. En nog een member van Delta Squad. Uploading and linking with your visor, sir. Wat ik al zei, ze zijn badass. Ze zijn badass. Advise your task 4-0 with slicing that security shield. He is supremely qualified. Supremely qualified. Location is displayed here. Very close now. 4-0. Security shield disabled. We're in. Maar wanneer je deze game dus op PC speelt,
zijn er ook genoeg mods in ieder geval om, om de game een stukje mooier te maken. Volgens mij is er ook inmiddels een ultra-wide screen mod. Dat zat er uiteraard op het begin in. Volgens mij is deze game native eigenlijk bedoeld voor 4x3 beeldverhouding. Dat is echt niet meer van deze tijd natuurlijk. Het doet me echt denken aan de good old days van LucasArts, man. De tijd dat ze shooters uitbrachten, alle Dark Forces en de Jedi Knight games natuurlijk. Advisor, we've located a pair of Geonosian fighters in the hangar. We don't want them to be used against us. Destroy them. Target uploaded to your objective tracker. Helaas voel je niet zoveel van de impact van de wapen. Ik zei dat de muziek badass was. I'd like some explosives here, Deltas. Sowieso misschien een van de dingen die de prequels echt beter doen dan de originele trilogie. Muziek, man. De score van John Williams is zo insane legendarisch. Yes, let's go. Take cover, Deltas. Deze Separatist droids natuurlijk. It's getting a little dark here. Kijk, dit deed me. Ik weet niet wat de witte knop hier is. Ah, deze is dat. Want dat is natuurlijk een knop die alleen op de oldschool Xbox controller zat. Maar dit maakt het zo vet, man. Dit voelde zo ontzettend tactisch. En wat ik al zei, als we het hebben over dingen zoals Metroid Prime. Ja, daar zat de visors dus natuurlijk in die kon switchen. En daar heeft Republic Commando Langebuur gespeeld. En ja, weet je, beter goed gestolen dan slecht bedacht, zegt ze wel eens. Nou, dat geldt hier absoluut. Dat geldt hier absoluut zo. Switch off that visor, Delta. It's plenty bright in here. Good, now use the demo charge to clear the path. Need some cover, squad. Ja, I'm on it. Lost. Ready. Maar het is ook goed om te zien met de resurgence van Star Wars Battlefront 2 op PC. Waar er echt 19 miljoen spelers zijn bijgekomen. Althans, 19 miljoen mensen hebben de game geclaimd. En ik vermaak me uitstekend ermee, man. Het is echt mijn go-to game om even snel op te pikken. Even snel 1 of 2 potjes te spelen. En het ding met deze game is, een van de redenen waarom we hopen op een ja, revival van de serie is het einde. In deze game zit een soort van open einde, waarbij een van je squadmates verdwijnt. En waar is hij gebleven? Wat heeft hij gedaan? Een van de geruchten zijn dat hij aan de basis staat van de Rebellion onder andere. Super interessant om dat te volgen natuurlijk. Getting acquainted with the locals, eh, Sev? That was fun. Where's Sunfac? In the next room, boss. Dit is Sunfac. Die moeten we uitschakelen. Save some targets for you guys. Sunfac is making a run for the door. Stop him! He's made it through! Je kan hem toch niet stoppen, dus dit is gewoon scripted. Gewoon de rest allemaal uitschakelen. Zijn er nog een paar hier? Nee, hè? Volgens mij niet. Maar Sev, die verdwijnt aan het einde van de game. Deze battle droids, die zijn lastig, man. Maar wat ik al zei, veel van de enemies voelen aan als bullet sponges. Dat is echt zo. Je ziet het. Initiate door breach, commando. Oh, er is nog eentje. Zoals je ziet, je kan je squadmates ook opdrachten geven om te focussen op bepaalde enemies. Dat heb ik net gedaan.
Eentje's down. Die kunnen we reviven. Ze kunnen mij ook reviven als ik down ga. Man. Oké, okay, we hebben hem. Kijk, hier ligt een squadmate. I'm on it, sir. Kijk, hier zit de Sev neer, onze sniper. Take him out. He's down! Ooh, yeah! I love that smell! All I smell is burnt Geonosian. 3-8, my scan is showing explosion. That's affirmative. Subject terminated. You see that? That craft didn't look Geonosian. Confirmed. It's unidentified. I'll check the intelligence databanks. Move on, Deltas. There's no time to celebrate, Deltas. As you already know, 3-6's squad has been incapacitated. Their mission was to disable the droid factory in this sector. Your squad has been retasked for this purpose. Proceed to the elevator. We moeten nu naar de elevator. Die zit daar. Volgens mij... Even healen natuurlijk. Maar volgens mij was dit de eerste gedeelte van de missie. Kijk, je ziet links onderin je visor hoe een helft ervoor staat. Kijk, er zit er nog eentje met geel, dat Scorch. En als hij geheeld heeft, dan zijn we ready. Ik kan zelf ook wel wat gebruiken. Kijk, zo doen we dat. Factory elevator. Kijk! En dat was de eerste missie van Star Wars Republic Mando. Jongens, ga deze game spelen. Als je hem nog niet hebt gespeeld en je bent een Star Wars nerd, net zoals ik. Dit is een must play. A la Knights of the Old Republic. Dit zijn games die je niet links mag laten liggen als je een fan bent. Hij is nog steeds heel erg goed te spelen. Hij is dus tussen 5 en 8 euro op te pikken in de Xbox Store. Hij is ook voor PC verkrijgbaar. Ga checken. Ik bedoel, je ziet wat het is. Een tactical shooter. Het voelt misschien een beetje gedateerd aan, maar het is in ieder geval heel, heel goed en tof om de verhalen van Delta Squad te volgen. Dus mocht je dat willen checken, doe het alsjeblieft. En voor nu ga ik er een einde aan breien. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je dit nou een toffe video? Laat dan een duimpje omhoog achter. En vergeet niet te abonneren voor meer video's. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.